Je wil nog één of wil je een kleinere? Ik wil blauwe. De Jeugdraad Rooi organiseert al jaren diverse rolreinigingen op het hal voor alle basisscholen van de gemeente Venray. Vandaag was basisschool Koningshof te gast. We doen dat al op dit moment al 7 jaar. En ongeveer dit jaar komen we tussen de 18 tot 20 klassen komen naar de hal. En waar we dan met heel veel plezier dit mogen doen. Een aantal jaren geleden hebben wij een keer een verzoek gekregen of er wat kinderen mogen komen kijken hier in de carnavalshal. En we hebben gezegd van nou, dat gaan we doen. En steeds verder is dat eigenlijk een beetje uitgebreid. We gaan dus zo dat in eerste instantie via een biermanpresentatie werd verteld van waarom we wagens bouwen, hoe het vroeger is ontstaan, hoe het van vroeger uit opgebouwd is naar nu, hoe we nu bouwen, waarom, hoe het eruit ziet allemaal. Dan komen ze naar beneden toe, dan krijgen ze aan de hand van modellen te zien hoe het gebouwd werd, wat voor vormen er gemaakt werden. En dan mogen ze naar de wagens kijken, ze mogen op de wagens. Als ze binnenkomen krijgen ze een muts op, voelen zich al een klein beetje prins en prinses. En op die manier promoten wij de carnaval zoveel mogelijk voor de jeugd. Maar als de jeugd het niet meer doet, dan is straks een kraf gelopen met de carnaval in Limburg. Jan Broeren, Gerrit Linders, Anton van der Sterren en Grat Heldens hebben naast de rondleidingen hun informatie gebundeld. We hebben ondertussen een boekje uitgebracht waar eigenlijk alles in staat betreffende carnaval. Het is een boekje dat presenteren wij bij alle basisscholen. Alle basisscholen krijgen van ons, hebben dit jaar een stuk of 8 of 10 exemplaren gekregen. En ze krijgen ook digitaal. Dan kunnen ze dat gebruiken op het schoolbord of digibord of noem maar op, laptop, tablet. Dus op die manier weer een stukje promotie voor de carnaval onder de jeugd. Het uitgebrachte boekje wordt met veel enthousiasme op de basisscholen ontvangen. Ja, heel enthousiast ontvangen. Toevallig hebben Anton en ik de boekjes rondgebracht. En we kwamen op een plaats van, en die zijn al, het kunt goed uit, want we zitten net voor de carnaval te overleggen. Dus die waren heel blij en de reacties over het algemeen zijn heel, heel positief. En je kunt ook merken dat ook de carnavalsverenigingen, de jeugdcarnavalverenigingen op de dorpen, beginnen toch steeds meer onderling uit te wisselen, programma's uit te wisselen, uitkomen van de prins uit te wisselen, decor uit te wisselen en zo wat. Het zijn eigenlijk allemaal kleine dingen, maar wel allemaal heel belangrijk voor de carnaval. Een bijzonder initiatief is dat de basisscholen vanaf volgend seizoen voor een optocht in Bolderkar kunnen huren.